Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Fem. Wij zijn Joyce en Scarlett van het YouTube kanaal Ik Vrouw Voor Jou en we hebben vandaag weer een nieuwe video. Ja, en de video van vandaag gaat over cliché woontrends. Ja, want we hebben allemaal bepaalde dingen in onze woning hangen die heel veel mensen in hun woning hebben hangen. Heel veel mensen. Ja, en wij dachten het is misschien leuk om daar een keer een soort van top 10, top 8, ik weet niet hoeveel er zijn geworden, van te maken. Dus ja, laten we beginnen. En bij welke winkel kunnen we onze cliché woontrends nou niet beter beginnen dan bij Leen Bakker? Alles, maar ook echt alles met quotes, Engelse quotes. En ik heb hier één voorbeeldje en dat zijn gewoon kussens met tekst. Want zeg nou zelf, hoe fijn is het als je gewoon lekker even op de bank kan zitten. Je hebt gewoon een kussentje heb je gewoon bij je die tegen je zegt, if you can dream it, you can do it. Gewoon. Bam. En we hebben natuurlijk niet alleen maar kussens die je aan herinneren hoe mooi het leven is. We hebben ook gewoon bordjes. Bordjes, bordjes en nog veel meer bordjes. En quotes staan natuurlijk ook op kapstokken. Want je hangt je jas natuurlijk niet zomaar op. Dat doe je met een reden. En waarom zou je gewoon een klein bordje nemen met een quote als je ook gewoon een heel groot bord in je huis kan hangen? Tot slot, in dit huis laten we geen lege wc-rol hangen. Nou, een volgende cliché woontrend is het Boeddha-beeld. Ik moet eerlijk toegeven dat ik dit vroeger zelf ook had. Ik had namelijk zo'n eentje en er kwam dan ook nog water uit. En ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik een Boeddha-beeld in huis had. Ik vond het wel een leuk beeld, maar ik wist helemaal niet wat het boeddhisme inhield. Ik denk dat echt heel veel mensen zo'n Boeddha-beeld in huis hebben staan zonder te weten wat het boeddhisme inhoudt. Maar slaat het eigenlijk op dat we zo'n ding in huis hebben terwijl we niets van het geloof weten? En dan vliegen we aan bij de volgende trend, bij de volgende cliché trend. De vlinders, de stalen ijzeren, ik weet niet waar het van is gemaakt. De vlinders die je in ieder geval in de tuin kan ophangen aan die dingetjes, waardoor het lijkt alsof er een of andere huge ass giant reuzenvlinder in je tuin hangt. En zoals je ziet heb je ze zelfs in alle soorten kleuren en maten. En dan is het gewoon alsof je in een soort van vlindertuin baant. En de volgende woontrend zijn de lantaarns. Je hebt ze in kleine formaten en in iets grotere formaten. Tot aan huge ass lantaarns. En we gaan even een quiz doen jongens, want wie van jullie kan raden wat dit is? Laat het even weten in de comments. En om de positie in bed even te verduidelijken, hebben we hier gewoon een heel mooi dekbed waarop je heel duidelijk kan zien you, me. Dus je weet gewoon waar je moet liggen. En voor de inbrekers die niet helemaal weten waar de sleutels hangen, hebben we hier het sleutelkastje. En voor het geval dat je niet meer weet wat je met deze doos moet, hij is voor de opslag. Ik denk, maar het is maar een gokje natuurlijk, dat hij een kaars in kan. En dan is dit natuurlijk gewoon een tray. En voor de mensen die geen Engels kunnen, hebben we hier een plateau. En om eventjes in de stijl van Boeddha te blijven, gaan we over naar de tuindoeken. Van de schutting helemaal beschut met rozen, met lavendel. Lavendel is ook echt uber in op dit moment. Koeien, wat je maar wil. En waarom zou je ook geen tuindoek nemen? Want zeg maar zelf, life is better when you're laughing. Home. 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 Een andere cliché trend is de muursticker. Ik heb zelf volgens mij serieus zo één gehad. Ik kan me gewoon niets meer voorstellen. Ik snap ook niet dat ze deze nu nog steeds verkopen. Maar ze hebben dus ook letters voor aan de wand. Nog meer bloemen. En deze, die is nog wel redelijk hip trouwens. Dit is gewoon een hele doodskop gewoon. Kijk dan, hoe huge. Dus, ja, dat was het. En de volgende cliché woontrend is het hartje. Want het hartje zie je overal. Je ziet het in bordjes, in ik weet niet wat dit is. Je ziet het in vaccinelichthoudertjes. En ook het ijzeren hartje met home sweet home erop zie je overal. En vogelhuisjes met hartjes. En fotolijstjes met hartjes. En een hartje voor een vaccinelichtje. En hartjes met kussens. Andersom. Nou, we eindigen onze cliché woontrends hier in de kringloopwinkel. Want we zijn eigenlijk wel benieuwd
welke woontrends we hier terug kunnen vinden. Oftewel, wat hebben mensen hier gedumpt omdat ze het gewoon niet meer leuk vonden. Ik heb een tuindoek gespot. Hoe cool is dat? Hij komt van IKEA. Maar ik zie geen prijs staan, dus dat is een beetje jammer. Maar we hebben in ieder geval één trend gespot. Een potje met Homer erop. En deze tekst is... Home is where your story begins. Tada! Ik weet niet, deze heb ik echt heel erg fout. Hij is bijna vintage, dus eigenlijk is het een dubbele woontrend. Want hij is ook vintage. Oké, als laatste zijn we nu bij waar de spullen aankomen voor de kringloopwinkel. En daar zien we ook alweer een woontrend. En dat is namelijk... De lantaarn. Oh, dat is niet bijna geen lantaarn. Dus dat is wel, denk ik, trend 5 of zoiets waar we nu zijn. Cliché woontrend 5. Ja. Dus aardig wat teruggevonden bij de... Dat waren alle trends die we hebben teruggevonden bij de kringloopwinkel. Nou, dit was ons video over cliché woontrends. Ja, en we zijn natuurlijk heel erg benieuwd welke jij herkent of wat jij op dit moment in je huis hebt staan. Ja, zoals wij. We hebben allerlei hartjes overal hangen. We hebben best veel hartjes. Ja, en op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Ik bedoel, cliché maakt niet dat het fout is of zoiets. Het is gewoon alleen... dat heel veel mensen het hebben. Ja, dus laat even weten welke cliché woontrends jij hebt en welke je heel erg zat bent. En vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van Fem. En deze video een duimpje te geven als je hem leuk vond. En dan zien we jullie over 2 weken weer. Ja. Dag, top!